kant. Nee, die kant. Aan de andere kant van het beeld zit natuurlijk onze kameraad. Dominic. Oh ja, ja. Oh, daar zit hij. Misschien, ja, daar zit hij. Daar. Ik zie hem zitten. Ja, ik zie hem ook zitten. Ja. Ik ben Dominic de Graaf, een van de founders van Alt-Reader Games. En momenteel de producer en lead developer van Sentient Morris. Ik ben heel benieuwd hoe jullie hier doorheen gekomen. We gaan eens even kijken. Zullen we maar gewoon starten? Ja, we hebben het nog niet geprobeerd. Ja, wat meteen opviel inderdaad. Je zei net Fable, zei je al, als ja, duidelijke inspiratiebron. En ja, nogmaals, ik heb maar gewoon een seconde het opgestart gehad en zo, hè, maar dat voelde ik wel. Dat is cool, de ja. De Fable-invloeding, ja. Kijk, daarom hebben we met Partner in Crime, hè? Partner in Crime. Samenwerking. We gaan gewoon naar de rode rook. Rode lampen zijn altijd goed. God, my lungs are burning. In de kern beginnen we natuurlijk bij wat voor genre gaan we kijk, maken. Kijk, is dat jouw naam trouwens? Ja, klopt. En ja, daar kom je dan al vrij snel op action-adventure. We wilden een action-adventure game maken. Heel eerlijk, de eerste gedachten die we hadden, dit is in eind 2015 zoiets. De eerste gedachten waren, laten we een open world Zelda game maken. Oef. Toen deed Nintendo het ook, en iets beter. Basement, let's go. Ja, hebben we hier alles gezien? Ja. Er lag iets op je ton. Dit is best wel decent scary, hoor. Wat je verf? Oh my god, wat was dat? Het is de laatste keer, echt waar. Ik ga niet meer schrikken. Ik ga ook niet meer schrikken. Ik heb hier heel lang met Jeroen over gehad. En dan moet ik meteen toegeven dat je aan mij een best moeilijke klant hebt. Want ik vind Breath of the Wild helemaal niet zo'n leuke game. Oh. Ja, we moeten nog één fuse binnen de rampetamp voor... Dit is wel een decent basement waar ik van hou, hoor. Dan volgen we maar weer dieper de grot in. Hij heeft inderdaad echt gewoon geen gevoel voor gevaar. Nee. We zorgen eigenlijk altijd dat je... in je uppie van A naar B gaat en dat hij of vooruit sprint voor een wedstrijd. Die gasten trappen op ja. Als dat nu gebeurt, ik zweer dat ik smij mijn muis tegen het plafond af. Dominic, een tip? Dat is wel slaat hem meteen tegen zijn slurf aan. Dat is wel schattig. Ja, als je nog nooit iets anders dan een mens gezien hebt, dan ja. Zo moet een horrorhuis zijn. Zo moet een horrorhuis zijn. Zo hoort het nou. Oh, ik hoor iemand. Okay, niks aan dan, niks aan. Nee, ik houd de mail. Kap ermee. Ik ben fan van de titel van deze missie hoofdstuk. A Nose for Adventure. Yeah. Oh, ja, hij heeft toch een grote neus, natuurlijk. Ik vind inderdaad ook wel slim gevonden. Wacht, we switchen even. Ja, we moeten weer een nieuwe mind hebben. Een nieuwe mindset. Let's go. Dit doen we als we niet verder komen, trouwens. We gaan even swappen. Dan kijken we met een frisse blik. Ja, kijk naar de wasmachine. We zijn begonnen als afstudeerproject, dus we begonnen ook echt als studenten. Daar hebben we wel veel thuis gewerkt. Maar we hebben eigenlijk vrijwel meteen na het afstuderen, toen wonnen we een award met onze game in Los Angeles. En toen dachten we, let's take the dive. En hebben we ergens een heel goedkoop in de Dutch Game Garden in Breda een kantoortje geregeld. Want als je bij elkaar zit, kun je gewoon veel sneller werken. Ja. Dat is heel simpel. En sindsdien eigenlijk steeds een groter kantoor naarmate het kon. En toen nog steeds uiteindelijk. Oh, no. Oh, shit. What the fuck? It's some kind of plant?